Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we het eerste bloemstuk maken richting kerst. Een mooi vintage bloemstuk, dus dat is natuurlijk superleuk. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar dat blijft de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En dan mis je geen winacties, nieuwe video's en het is echt helemaal gratis. Dus ja, dat is natuurlijk alleen maar superleuk. En jij zorgt ervoor dat dit soort video's ook gratis kan blijven maken. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals je ziet heb ik een heel mooi frame waarmee we aan de slag gaan. Dus daar gaan we gauw mee beginnen. Allereerst doen we even wat folie onderin, zodat het oase straks niet doorlekt. Het is een ijzeren frame. Dit zet ik even goed vast met plakband. En ik knip het overige even af. Dan verdeel ik de oase onderin. Dan knip ik het overige plastic eventjes af en snij ik de zijkantjes van de oase schuin. Allereerst begin ik dan met het maken van de Aspidistra stukjes. Hier staat een aparte video van online. Ik zal hem ook even hieronder linken. Het zijn wat video's terug, maar als je Aspidistra strik intikt en dan Carlijn Tukkers op YouTube, dan vind je hem ook. Dus dan leg ik het even stap voor stap uit. Ik zal het even snel vertellen. Je scheurt het blad, je draait en je zet hem vast. Maar er staat dus een aparte video van online. Ik vind dit soort blad in kerststukken altijd heel mooi, want het geeft rust in het stuk naast het kerstgroen. Want het kerstgroen is natuurlijk iets drukker. Dan heb je een hele mooie basis. Deze verdeel ik dan ook in het stuk er rondomheen op drie verschillende plekken. En ik vind het ook altijd heel luxe staan. Dan maak ik even een basis met kerstgroen. En ik gebruik hiervoor verschillend kerstgroen. Je zorgt dat de onderkant even goed schoon is. En daarin steek je er rondomheen. En ik gebruik dus echt gemengd kerstgroen. Dat vind ik altijd mooi, omdat je dan mooie verschillende kleuren erin krijgt. En je daardoor een luxe stuk krijgt. Ik werk hierbij een groot deel van de oase al weg. Werk wel compact, zodat je de vorm van de ronde cirkel mooi aanhoudt en niet te breed gaat werken. Wat bij dit ook fijn is als werkwijze, is dat je eerst al het kerstgroen gaat schoonmaken. Dus onderaan het kerstgroen eraf haalt. En dat je daarna begint met steken. Dat werkt vaak wel iets sneller. Dan vind ik het nog wel mooi om eventjes wat eucalyptus toe te voegen. Het grijzige vind ik heel mooi. Naast het kerstgroen. Ook dit verwerk ik gewoon kort, dus ik hou echt die ronde aan in het stuk. Nou, dan zie je dat we echt al een hele mooie basis hebben en een groot deel van de oase hebben weggewerkt. Dan gaan we nu verder met de snijbloemen. Je snijdt de bloemen altijd goed schuin aan, heel belangrijk. Je zorgt dat je hem mooi goed wegsteekt in de oase. Ik werk in het wit. Ik gebruik daarvoor wat rozen, gipskruid. En straks gaan we ook mooie kerstmaterialen toevoegen.
En straks laten we het wit ook weer terugkomen in de ster. En zoals je ziet verwerk ik de bloemen kort. En je mag ze gewoon zelf een mooi plekje geven in het stuk. Omdat je die basis al heel goed hebt gemaakt met het kerstgroen, kan je hier eigenlijk gewoon nou helemaal zelf je eigen draai aan geven. Ik heb een mooie anje die ik eraan toevoeg. En een zuiderwindlelie, die zou je eventueel ook lang kunnen gebruiken. Maar ik ga hem nu eventjes kort verwerken. Echt al prachtig. We gaan natuurlijk nog even het extra kerst aan toevoegen door middel van kerstballen. Die zet ik met een krammetje vast. Hier rijgen ze eraan. Het is een beetje een champagne kleurtje wat ik nu gebruik. Maar je kan natuurlijk de kerstballen zelf wensen wat je wil. Maar we maken het stuk een beetje in het zilverwit. Dan deze mooie glittertakjes. Daarvan steek ik de een wat meer in de hoogte. En eentje wat korter in het stuk. Er zat ijzerdraad in, dus ik doe dat met een ijzertang. En dan heb ik nog wat andere glittermateriaaltjes die ik er ook in verwerk. Juist in combinatie met dat witte, omdat je hem voor de rest subtiel houdt, vind ik het wel mooi om er een beetje glitter en dergelijke aan toe te voegen. Hier zet ik ook gewoon even vast met een krammetje. Zoals je ziet hebben we dan echt een prachtig stuk. Je kan het kaarsje aansteken. De onderkant is heel mooi, maar wat ook heel leuk is, is om de bovenkant nog iets meer te verbinden met de onderkant. En het zo weer een geheel te maken. Als je nu al heel mooi en eenvoud zie je het ook zeker. Dus dat is natuurlijk prachtig. Maar ik ga je er wel even laten zien wat je ook met de bovenkant kan doen om zoiets spannender te maken. Je kan hier dan bovenin eventueel een bloemetje doen. En je kan hem ook weglaten. Maar je kan hem dan eventjes niet gebruiken als kaarsje, want dan wordt het gevaarlijk met het brandgevaar. We gaan de ster wikkelen. En dit doen we eerst met jute touw. Dit wikkel ik alle kanten op. Nou, zoals je ziet krijgen we nu natuurlijk al heel leuk. Dan hebben we mooie sneeuwtakken. Het is natuurlijk echt winters. Kijk eens hoe leuk dit is. Superleuk. En wat natuurlijk helemaal leuk is, omdat je het kaarsje nu niet kan gebruiken als vaccine, om er dan nog eventjes lampjes aan toe te voegen. Lampjes in een kerststuk vind ik sowieso echt geweldig. Ik hou daarvan. En daarmee maak je hem wat mij betreft daarmee helemaal af. Geef hem ook gelijk zwerend stuk. Je kan hem ook mee laten lopen met de onderkant, dus dat je hem daarmee verbindt. Maar ik vind het leuk om alleen de ster te doen. Je kan hem ook heel strak langs de buitenkant laten lopen. Dat is ook echt super leuk. Dus je kan het eigenlijk helemaal zelf verwerken zoals je zelf leuk vindt. En dan maken we hem dus helemaal af om nog eventjes een bloemetje in het midden toe te voegen. En het is natuurlijk leuk, want je verbindt hem daardoor met de bloemen ook weer. Ik gebruik ook een mooie gerbera. Die zet ik er voorzichtig tussen. En je creëert daarmee ook diepte. Je kan ook wat meer hoogte verwerken. Je kan hier nog kerstballetjes aan toevoegen aan de bovenkant. Je kan er alle kanten mee op. Kijk, je kan er zo wat
balletjes aanhangen en inhangen. Dat is trouwens wel echt super leuk. Misschien wel even leuk om nog even te doen. Dat kan je dan gewoon met een stukje touw doen. Dan heb je natuurlijk echt een heel apart stuk. En net weer eventjes iets anders dan anders. Zoals jullie weten hou ik daar wel van. Ik ben benieuwd wat jullie leuk vinden. Welke kleuren jullie leuk vinden in kerststukken. Hou je van het industriële? Vind je het mooi om bloemen te verwerken in een kerststuk? Of vind je het gewoon mooi om alleen kerstdecoratie te doen? Dat is natuurlijk ook mooi. Ik vind deze kleurencombinatie heel erg mooi en luxe. Dus dat vind ik wel heel leuk. Maar ik hou ook wel van om bijvoorbeeld in het knalroze te doen. Of roze, rood gecombineerd. Vind ik ook leuk. Maar ik hou wel van apartere en luxere stukken. En laat me ook vooral weten wat je graag zou willen zien deze winter. Ik zit er nog een beetje aan te twijfelen om een winterwonderweek te doen. Die heb ik vorige week gedaan. Toen heb ik een week lang elke dag een video geüpload. Mocht je dat ook leuk vinden, laat het eventjes weten. Maar als het eraan toe komt, we zullen zien. Nou, en dit is toch fantastisch zo. Dan maak je hem echt leuk mee. Nou ja, en zo kan je natuurlijk helemaal nog losgaan met de bovenkant. Je kan er echt alle kanten mee op en daardoor een heel persoonlijk stuk maken. Dat is natuurlijk super mooi. Het Asprista geeft rust in het stuk. Want het is wel veel, maar het geeft daardoor een luxe uitstraling. En rust. Dus dat is natuurlijk super leuk. Ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Wil je dit pakket nu bestellen? Ga naar www.uonlinebloemist.nl. Daar vind je onder kopje cursuspakketten. Je kan hem ook al bestellen voor later. Want er is wel een beperkte voorraad van alles. Op is op. Er komen heel veel kerststukken online. Maar ja, het is ook erg gewild. Dus wil je dat niet missen? Bestel het dan vast. En zet de gewenste datum erbij. Dat is geen probleem. Dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer gratis op dat kanaal. En blijf op de hoogte van alle leuke video's. En laat me vooral weten wat jullie ervan vinden hieronder in de reactie. Zou ik super leuk vinden. Goed, je kan me ook volgen trouwens op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook meer in de winkel en dat soort dingen. Dus als je het leuk vindt, dan kan dat. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!